Het huisartseninstituut Suriname HISURI heeft nu al 12 groepen doktersassistenten afgeleverd. Een doktersassistent is iemand die een arts assisteert in een huisartsenpraktijk of ziekenhuis. Vandaag vond de diploma-uitreiking en beëdiging plaats van de 11e en 12e groep doktersassistenten in de zaal van het Slans Hospitaal. John Goedschalk, voorzitter van HISURI, haalde aan dat dit geen eindpunt is, omdat in de medische wereld constante bijscholing van groot belang is. Daarom zal HISURI met programma's komen om dat te stimuleren. Ook HISURI zal een steentje bijdragen om jullie nascholingen aan te bieden. Waaronder nascholingen online, waardoor je in je eigen tijd de nascholingen kunt volgen. En voor deze nascholingen kunnen jullie ook accreditatiepunten krijgen, waardoor jullie je registratie kunnen verlengen. Als doktersassistenten zijn opgeleid om bij de praktijkvoering de arts te ondersteunen wanneer die allemaal gezamenlijk bezig zijn om de zorg te bieden aan patiënten. En de start van deze opleiding, van die doktersassistentenopleiding, is namelijk begonnen omdat er een behoefte geconstateerd was aan praktijkondersteuning. Ondersteuning van doktersassistenten in de huisartsenpraktijk. De directeur van Volksgezondheid Rakesh Gayadhar Sukul haalde aan dat de doktersassistenten een bijdrage moeten leveren aan de verdere verbetering van de dienstverlening in de zorg. Ook hebben zij volgens hem de kennis om een gezonde levensstijl te promoten. Dus heel veel werk aan de winkels. De gezondheidszorg die heeft human resource nodig, mensen die werken in de gezondheidszorg. En wij moeten ervoor zorgen dat wij onze mensen die in de gezondheidszorg werken blijven trainen, zodat ze up-to-date blijven en zodat de mensen met een gezondheidsklacht op de juiste manier begeleid worden, behandeld worden en dat wij betere resultaten hebben als uitkomst voor mensen met een gezondheidsklacht. De directeur van HISURI, Eddie Wong-Chung, drukte de pasgeslaagde doktersassistenten op het hart om een bijdrage te leveren aan de gezondheidszorg in Suriname. Je bent niet bezig een huisarts te helpen, je bent bezig met de hele gezondheidszorg, aldus Wong-Chung.